Dennis, hoe kijk je terug op de wedstrijd tegen FC Twente? Met een goed gevoel. En dan niet zozeer omdat we een puntje hebben gepakt, maar meer de manier zoals het elftal op het veld stond en hoe zij speelden en het publiek erachter ging staan. Die twee dingen samen geven me een goed gevoel over die wedstrijd. Merk je dat het gevoel nu ook beter is dan voorgaande weken? Nou, het gevoel is beter omdat je een resultaat hebt gehaald. Niet zozeer vanwege wat er op het veld gebeurde, want dat merkte je al de laatste weken, wil ik niet zeggen, maar de laatste dagen, weken. Dat er aan zat te komen, maar nu met een positief resultaat, ja, dan is iedereen gelijk daar heel positief in en dat merk je nu wel. Hoe hebben jullie deze week voorbereid op PSV? Zoals we eigenlijk elke week voorbereiden op de volgende tegenstander, eerst de laatste tegenstander, de laatste wedstrijd bespreken. Dus dat hebben we gedaan en dan snel stapjesgewijs richting de volgende tegenstander, in dit geval PSV. Nu heb je deze week Hans Westerhof erbij gekregen als adviseur. Wat kun je daarover zeggen? Ik kreeg de vraag vanuit de club wat ze konden doen om mij nog verder te helpen. Toen kwam gelijk Hans bij mij in mijn hoofd en dat is heel snel gegaan. Hans is er nu bij als een extra staflid die ons gevraagd en ongevraagd gaat helpen. Op het moment dat hij binnenstapte is hij daar ook gelijk mee aan de gang gegaan en helpt hij ons op dit moment. Wat wordt zijn rol precies? Als een soort extra assistent trainer die ons advies geeft vanuit zijn ervaring en vanuit zijn kennis. En als wij vragen hebben, kunnen we dan bij hem terecht. En als hij wat ziet, dan geeft hij het bij ons aan. Wat wordt Hans zijn rol tijdens wedstrijden? Hans zal vanaf de tribune een directe lijn met ons hebben. En vanaf de tribune kijken hoe het gaat. En ons van informatie voorzien zoals hij het vanaf de tribune ziet. En wat ik zei, we hebben een kort lijntje met hem. Dus hij kan constant op de lijn komen bij ons. Dan de tegenstander van zaterdag, PSV, heeft pas 2 keer thuis punten verspeeld. Hoe gaan jullie zorgen dat het jullie ook lukt? Uiteraard moeten we resultaat halen, maar we willen vooral het spel zoals we de laatste wedstrijd doen, maar vooral de laatste wedstrijd hebben gespeeld, doortrekken. Dat goede gevoel doortrekken en daar zijn we gewoon heel hard mee bezig. En ik merk op het trainingsveld dat de jongens daar heel veel zin in hebben en heel veel vertrouwen in hebben. Dus vooral dat gaan we in Eindhoven proberen neer te zetten.